zijn familie van mij. Papa, mama, zusje, broertje, opa, oma, baby, ik en jij. Hallo allemaal. Fijn dat jullie de tijd hebben genomen om te luisteren en te kijken. Vooral goed luisteren, want we hebben iets leuks voor jullie. Het is straks 20 november. 20 november is over de gehele wereld uitgeroepen tot de dag van de rechten van het kind. Daarom hebben we een leuke opdracht voor jullie. Want je kan er een prijsje bij winnen. Wat moet jij doen? Pak je telefoon, of die van mama of papa. Neem een leuk filmpje op. Het filmpje moet gaan over wat jij denkt dat met kinderen gebeurt die iets hebben gedaan dat niet mag. Bijvoorbeeld, ze hebben gestolen of mensen hun spullen kapot geslagen. Of hoe jij erover denkt dat kinderen die iets hebben gedaan dat niet mag worden opgesloten. Je mag ook over beide praten hoor. Je filmpje mag maar 2 minuten duren. Dus het mag ook minder dan 2 minuten zijn. Roep iedereen op. Mama, papa, oma, opa, tante, nicht. Iedereen mag jou helpen. Jij bepaalt zelf hoe jij het wilt doen. Je mag zingen, een gedichtje opzeggen, een toneeltje spelen of een korte opvoering. Jij bepaalt zelf hoe je het wilt uitbeelden. Je mag vanaf 1 november 2020 jouw filmpje versturen. Dus niet voor 1 november sturen hoor. Dus vanaf nu mag je al nadenken en je filmpje maken. Jouw filmpje stuur je dan via de app op het nummer 8106487. Je mag vanaf 1 november 2020 jouw filmpje versturen. Let wel, 1 filmpje maar hoor. Dus eerst goed kijken welk filmpje jij leuk vindt dat je hebt gemaakt en dan pas versturen. 14 november is de laatste dag waarop je je filmpje mag versturen. Daarna telt het niet meer. Spannend toch? Alle kinderen mogen meedoen. Dus van 0 tot en met 17 jaar. Oh ja! Vergeet niet om het aan je vriendjes en vriendinnetjes te vertellen. Jullie zijn familie van mij. Papa, mama, zusje, broer.